Een Griek en een Mongool openen een tentoonstelling. Het klinkt als het begin van een hele flauwe grap, maar het is wel wat hier aan de hand is. Achter mij in de aula van de Universiteit van Amsterdam openen de ambassadeurs van Griekenland en Mongolië de tentoonstelling Paard en Ruiter, die geplaatst gaat vinden in het Albert Pierson Museum. En hopelijk verloopt alles vlekkeloos, want vorig jaar was er ook zo'n opening en toen was de Italiaanse ambassadeur hier. Die is kwaad weggelopen toen omdat Berlusconi werd vergeleken met een op macht beluste Etrusk, op macht en seks belust. Nou, de burgemeester moest eraan te pas komen om alles tot bedaren te brengen. Gaat vandaag niet gebeuren, want Folia TV zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. De vorige keer dat er een ambassadeur was, ging het net even iets minder, geloof ik. Hè? Was u daar zelf ook nog bij? Ik was daar zeker bij, ja. Kunt u nog heel even kort misschien voor de kijker van Folia TV vertellen wat er ongeveer misging? Nou, dat weten ze allemaal nog wel als ze goed hebben opgelet. Maar dat gaat nu niet gebeuren. We gaan nu netjes ons verhaal vertellen en een feestje vieren. Meneer Berlusconi werd vergeleken met de Etrusken, hè? De koningen die op macht en op seks belust waren. Dat vond de ambassadeur niet zo leuk. Vandaag gaan we natuurlijk voor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Ja. Heeft u daar goed op gestudeerd? Nee, want dat gaat gewoon goed. En we hebben een mooie tentoonstelling en we hebben mooie muziek, zoals ik al zei. En dat gaat helemaal goed komen. Nou zagen we alleen in de uitnodiging wel een heel klein spelfoutje staan in de naam van de Mongoolse ambassadeur. Er staat een I in plaats van een E. Dat zou een kleine diplomatieke rel kunnen zijn, maar dat gaan we helemaal vereffenen. Ik heb alvast een brief geschreven. We zouden hem aan hem kunnen aanbieden. Your Excellency, Mr. Avir Med Batur. Dus ik heb de E ook eventjes onderstreept. Ja. Dat is de correcte spelling. We are very sorry to have misspelled your name. Ja. Kan gebeuren, ja. Klein foutje. It was by no means our intention to hurt your feelings or to disrupt the excellent political relations we have with the Mongols of the Mongolian people. Nou, dat is perfect. Ja, ik zou zeggen stuur hem op de post en dan komt hij zeker aan. Oké, nou we kunnen het hem ook aanbieden, maar ik weet niet wat u het fijnste vindt. Ik zou hem gewoon op de post doen en dan komt hij aan. Oké, ja. We gaan hem op de post doen. Snapt u ook de klanken en zo en de... Totaal niet. Daar heb ik totaal geen hoe ze dat reproduceren of wil produceren. Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Maar dat moeten we denk ik niet tegen ze zeggen. Want er is kans op een diplomatieke rel als je ze beledigt. Nou, ik zie dat niet als een belediging. Ik zie het als een vermogen om het te kunnen wat wij niet kunnen. De officiële openingsceremonie is net afgelopen. Het ging niet helemaal vlekkeloos. De Griekse ambassadeur staat nog in de file. En de Mongoolse ambassadeur kreeg niet de documenten aangereikt die hij zou krijgen. We gaan even kijken op de borrel bij het Albert Pierson Museum wat dat voor gevolgen heeft voor de diplomatieke verhoudingen. Of er misschien sprake is van een kleine crisis. We hopen het niet natuurlijk. Wat denken jullie dat hij vond van het feit dat de publicaties niet uitgereikt konden worden? Beetje slordig, maar hoort erbij. Zou dit geen schade toebrengen aan de politieke banden? Dat zou wel een beetje overdreven zijn. Denk ik. Ja, geen diplomatieke rel nog? Nee, denk het niet. Denkt u bijvoorbeeld dat de Mongoolse ambassadeur dat hij niet een beetje beledigd was omdat hij zijn publicaties niet uitgereikt kreeg? Dat was een beetje slordig, toch? Ja, dat is typisch Nederlands. Hij zal zich wel een beetje voorbereid hebben op de Nederlandse mentaliteit en die is rommelig. Hij had dit kunnen verwachten, zegt u? Ja. Hij is een universiteit, goed organisatie, dit museum, ja. But it is the first museum exhibition, but it, I say, hope so will be developed. We can be organize maybe another exhibition, yeah. Ah, very good. Yeah, so there will be more cooperation between Holland and Mongolia. Yeah. Good luck, yeah. Het zorgt niet voor een politieke breuk tussen Mongolië en Nederland? Zeker niet. Nee. Het zal alleen maar verstevigen. Zo, maar kijk, alle die Nederlanders kunnen ook wel foutjes maken. Oh, wacht even, dit is heel goed. Dus dat er foutjes gemaakt worden is een positieve bekrachtiging van de relaties tussen Mongolië en Nederland. Pak het maar zo op. Ik heb goed nieuws voor u nog, meneer. Mag ik nog één? Ik heb goed nieuws. Ik had goed nieuws voor hem, maar ja, helaas. Hij wil niet.